Alright, dus het zou moeten werken nu. Dan gaat de drill. Yep, hij is aan het drillen. En dan zou hier de oor uit moeten komen zo. Blauw. Oh, het is een creature. Oh god. Wait, what the fuck? Oh jee. Oh, poisonous. Oké. Ik dacht al, die dingen doen niks, maar het is dus... Oh no. Zijn er twee dit keer? Oh nee, waar is mijn dingen? Nee, ik heb hem niet in mijn... Ah, shit. Nee. Top, waar ben je? Hands. Oké. Nee. Ja, damn it. Oh. Die, please. Oké. Oh. Oh mijn god. Twee van deze fuckers in één keer. Ah, got him. Aha. Rodeo. Hot chick. Nou, kom op. Kom hier. Achter. There we go. Nee. Yes. Kom op. Nog een klein beetje. There we go. Oké. Wel dan, in ieder geval, daar zit een gigantische cave of zo. En holy shit, daar ben ik benieuwd naar. Daar gaan we voorlopig waarschijnlijk nog niet heen. Kopper, waar was het? Dat is daar, hè? Ja, oké. Jesus Christ. Dat rooi wou ik trouwens nog steeds een keer bekijken. Dus misschien hebben we ook even een klein detour kunnen doen. Terwijl ik dit ding hier neerzet, kan ik een beetje exploren hier. En dan kom ik dat terug en dan heb ik een lading. Hoe heet het? Dan zal ik een lading dingen hebben. Oké, één keer. There you go. Zal ik een lading kopper hebben? There you go. Dus laat me even doen. Dan gaan we een beetje exploren hier. Wat zit hier nog achter? Stone, niks bijzonders. Ik wil hier op. Kan ik hier op? Ik hoor van alles. Oh, dat ben jij. Kan ik hier op? Yep, there you go. Oké, ik ben erop. Oké, ik zal hier dus iets roods. Daar zo. Oké, wat de hel ben jij? Pick up the Sommersloop. Work in progress. Oké, dus dit is een van de eerste work in progress dingen. Want ja, het is nog early access. This object emits alpha radiation. The material has hydrophobic properties and contains pockets of plutonium, according to scans. Handle carefully. Further analysis required to determine application. Dope. Oké, dus dat is een interessant dingetje. Oh, kan ik op je rug springen? Hmm. Oh ja! Oh, je bent bouncy? Oh, I love it. I love this game. I love this game. Wat ben jij? Wacht, kan ik? Oké. Nou, blijf erop. Ik denk niet dat ik erop kan zonder dit. Zonder te bouncen. Oké, there we go. Go. Geen damage, please. Hi, oké. Power slug, Jesus Christ. Ik zal even kijken van wat de hel ben jij? Een power slug? This semi-slug seems to emit weak potential energy from its crystalline shell. Further analysis of crystals required to determine application. Oké, kan ik? There you go. Oké, en nog een bounce. Terug hierop. Oh nee. Oh no. Oké, ik heb weinig levens. Wat had ik niet? Healing berries? Ik had toch healing berries? Oké, dan weet je wat, we gaan terug. Super dope. Waar de hel ben ik trouwens helemaal heen gestuiterd? Oh nee. Oh jawel, dit is wel de beurs. Daar zit het, ja. Ik zat te kijken van, ik herken deze enorme arch hier zo. Dat is mijn... Nee. Wat is al dat rook daar? Oh boy. Ik ga straks wel kijken wat dat inhoudt. Oké, there we go. 93 oor, dat zal voorlopig wel genoeg zijn. Oké, let's head back. Oké, ik wil even weten wat al dat zwarte rook daar is. Daar ben ik namelijk niet echt zo'n fan van. Het kan zijn dat het gewoon normaal is, hoor, maar... Ja, het is normaal. Oké, gelukkig. Jesus Christ. Nou, dus we gaan hierheen. We gaan even het iron uitpakken. Dan gooien we het er meteen in. Wat is nodig? Oh, ik regen zelf health? Of... I don't know. Grab all.
En zoals je trouwens kan zien, als je kijkt naar je inventory, je kan waarschijnlijk veel meer inventory slots nog krijgen. Ik durf wel dat je dat helemaal kan vullen uiteindelijk. Maar dat is toch wel even weg hoor. Dat doen we vooral als je maar 1 of 2 slots per upgrade erbij krijgt. Ja, dus naar jou. Haal alles eruit. Meer erin. Zo. En dan moet ik even het koper handmatig doen. Oké. En ik denk dat jij hebt wel genoeg hiermee. We kunnen 150 iron rods maken. En de iron plates nog wat minder. We kunnen de scheidlading iron ingots nog bij doen. Dus misschien dat we zelfs een tweede smelting nodig gaan hebben. Ik weet niet hoe het zit met de biofuel. En hoe zit het met die slug trouwens? Die kan je uiteindelijk gebruiken voor power. Ik denk niet dat je het er nu al in zou kunnen gooien. Lijkt me niet in ieder geval. We halen het er even uit. Slug. Nee, oké. Nee, het is echt alleen de biomass. Dus we moeten even wat meer leaf verzamelen dan. Flower petals. Ja. Nou, ik neem in ieder geval wat meer leaf, zodat we wat meer biofuel kunnen maken. Dat we in ieder geval daar geen tekort van hebben straks. Nou, die kant op. En ja, misschien ook wel nog om een keer te vertellen van wat is eigenlijk het doel in het spel? Nou, met de meeste crafting games, hoe heet het, survival games, die... ja, ik noem het als survival game, maar eigenlijk is het niet echt survival. Ja, je hebt leven en zo in je planeet. Weet je wat, ik hou het gewoon op een survival game. Hou ik het gewoon op. Maar wat ik wil zeggen is, dit spel heeft niet echt een einde. Net zoals wat je meestal hebt met, hoe heet het, van dit soort early access crafting dingen. Het enige wat ik weet is dat er een main upgradable building is, genaamd de Space Elevator. En daar kijk ik naar uit om dat ding te maken en te gebruiken. Oké, met deze boom kan ik nu nog niks doen. Oké, want die flower is ook nog niks. Oké, we hebben nu een beetje, dus dat is goed. Maar ja, je moet dus een Space Elevator maken uiteindelijk. En met die Space Elevator kan je dus van alles doen. Wat precies weet ik niet meer. Er is een iron erin. Ik heb nog een stack van 100 trouwens. Jesus. Oké, nou, meer koper. En dan, ja. En meer biomass, ook wel handig. Oh, wacht. Oh, je kan biomass maken van wood. En dan maak je 25 per hout. Oh, shit. Dat is veel. Dus nu hebben we een lading biomass. En dat stekt wel meer dan 100 zoveel. Dat is goed. Oké, dan douw ik dit hier in. Dan hebben we een enorme lading energie. Dan kan dit voorlopig even lekker draaien. En wat ik dus wil doen is, hoeveel energie produceert dit ding? Het produceert 20 megawatt. Dit ding gebruikt 4 megawatt. Dus ik kan 5 van deze jongens kan ik in principe aansluiten. Ik zat te kijken om een tweede smelt te doen, maar voor nu hou ik het op 1. Dus dat is gewoon goed. Ja, dus wat hadden we nodig? Iron plates. Laten we daarmee beginnen. Dus dit is eventjes, ja... Die moet ik eventjes opzetten, jongens. Dus ik denk dat ik wel even skip. In ieder geval de iron plates maak ik. De iron rods maak ik. Meer iron ingots. En de koper. Ik probeer gewoon al deze materiaal te maken. Daar komt het op neer. Ik moet alleen nog wel limestone halen, zie ik nu. Maar dat moet ook wel lekker. Weet je wat? Ik maak gewoon een nieuwe ding. En dan zet ik op die limestone neer. Een nieuwe portable drill. Dat zal ik ook al meteen doen. Ja. Dus dat doen we al eerst even met jullie erbij. En dan komt er even tijdelijk skip. Oh ja. En ik wil eventjes mezelf healen. Met deze dingen volgens mij. Oké, eens kijken hoe ik het kan doen. Oké, let's see. Hand. Here you go. Eten. Oké, there you go. Het is niet veel. Zat hij niet hier in de buurt? Dat was dat, hè? Er zijn nog geen nieuwe opgegroeid. Oké, maar dat is dus healing. Good. Nice. Good to know. Ja, dus portable drill. En dan... cables nodig. Even helaas omlopen. Cables. Go. En het is wel handig. Het gaat allemaal lekker. Het gaat soepel. Ik moet zeggen, ik ben echt onder de indruk van hoe soepel alles gaat. Tot nu toe is alles heel nice en smooth. Dus daar ben ik heel blij mee. Yo, hands. Oké, dus zetten we hier neer. There we go. Portable miner. Jawel, het is ding aan het maken limestone. Alright jongens, dan zie ik jullie zo terug als ik alle materiaal heb voor de hub upgrade. En dan, als we dat hebben, gaan we kijken met alle nieuwe items wat we dan weer krijgen. En dan kunnen wij eindelijk gaan automatiseren met een miner en alles. Okay, het valt eigenlijk reuze mee hoe lang dit duurt. Want ik dacht dat ik echt lang bezig was, maar ik denk dat ik misschien een minuutje weg ben of zo. Dus, ja, dat is niet zo heel lang. Dus there we go. There we go. Oh, wacht, ik heb natuurlijk dingen nog niet. De limestone. Maar dat is geen probleem, want dat is al een eventjes bezig. Ik moet kijken. We hebben nog maar 56. Op zich ben ik niet heel lang weg geweest. Oké, dan moet ik nog eventjes concrete maken. 18. Not enough space in inventory. Oeh. Dat is inderdaad wel een goeie.
Ik denk dat ik die kan stacken, want ik denk dat ik een beetje onhandig ben omgegaan met mijn space, zeg maar. Hier, we hebben dit ding. Geen idee wat dat is. Wat is dit? Wood. Oh, meer wood straks, voor meer biofuel. Maar dat komt nog wel. We hebben die chitin dingen, die kan weg. Wat ben jij? De flower petals. Daar hebben we ook een beetje van. Is alles ook al weg? De power slugs, dat zie je ook even. En dit ding is voor mijn hand. Alright, dus. Concrete, there you go. Maak maar even alles op. En dan kunnen we de upgrade doen. There we go. Alright, upgrade. Boom. We hebben upgrades. Tier 4. Wat is nu nieuw? Geen idee. Nieuwe buildings, hell yeah, en nieuwe upgrades. Congratulations. Oeh. You have unlocked hub feature, additional biomass generator. Hey. New buildings, which can be found in the building. Hey, hi. What you did was really cool. Thanks for tech support. Do you want to go watch movies sometime? If you want. If not, that's cool too. If you have time, of course. Are you there? Hello? I have been asked to not interfere with this last objective. Good luck. Oké, ik heb helemaal niet meegekregen wat we moesten doen. Oké, build miner to fully automate resource mining, add building to do list for your building menu. And the power network can be overloaded, manage it well. Oké, dan moet ik kijken hoe dat zit. Ja, dus we gaan even Q. Dus aan de miner wil ik doen. Oké, wat hebben we nodig voor de miner? Wacht even, laat eens kijken. Oh, dan heb je zo'n portable ding nodig, joh. Oké, cool. Ja, power, niks nieuws. Logistics, niks nieuws. Foundation. Wat zijn die foundations eigenlijk? Probably a flat floor building for your factory on. Building on top of the foundation are adjusted to a grid. It makes it easier for him to line up. Oh, oké, dat is goed om te onthouden. Kost alleen concrete. Maar dan kan je ook kijken hoe hoog het is en hoeveel bij hoeveel het is. En de slopes. I like this. Hier wil ik waarschijnlijk wel wat mee doen. En de walls. Concrete en steel heb je daarvoor nodig. Okay, je kan kiezen uit twee soorten walls nu. Dus ja, dan kan je echt je fabriek maken. Oh, organizer. De storage container, ja. Storage container zal ik als eerste maar keer neerzetten. En die doe ik. Laten we eens kijken. Is er een out and input? Yes. Oké, okay, dus dan doen we even zo. Zeg maar, ik wil het hier achter zetten, achter dit ding. En nu hoeft het dan niet heel netjes. Ik wil het wel een beetje hier zetten. There you go. Alright, dus we hebben nu een storage container. Nice, dus hoeveel kan ik hierin storen? Redelijk veel. Redelijk veel. Dus wat ik dan wil gaan doen is... Let's see... ik wil met de conveyor belt werken. En conveyor belt, dat maak je volgens mij met... Wat was het? Ja, met plates. Oké, okay, ik weet niet hoeveel plates ik nodig heb, maar... Kijk, dus... Oh. Dus als ik conveyor belt wil connecten, is via daar. Naar daar. Oké, okay, dat kost 7 van die plates. Oké, okay, dus dan moet je onthouden dat we flink wat plates moeten maken. Oké, okay, dus iron plates zijn de conveyor belts. Dus dan is het goed dat we zo meteen dat gaan... Ik denk dat ik de iron plate zal automatiseren zo. Yes. Oké, okay, dus nu hebben we genoeg. Dus we pakken weer 3. En dan doen we conveyor belts. Naar daar. There we go. En dan wordt het heel sick gemaakt. Oh, jongens. There we go. Het gaat automatisch lopen. Want hier zit natuurlijk nog de spullen in. De iron ingots. Ze gaan er nu langzaam uit. Oh, oké. Okay, recipes, copper. Dus nu laat ik je copper maken. Dus de iron die gaat er... Wat is iron weg of zitten ze er nog in? Oh, misschien dat het nu gedelete is, de iron wat erin zat. I don't know. Maar ja, dit is dus hoe het eruit komt. Super sick, komt eruit, gaat in het storage system, kan je het eruit halen. Take all. There you go. En het leuke is, van mij kan je er ook zelf op staan, dan ga je zelf ook mee. Bij je conveyor belt. Dit is zo sick, en dan verdwijnt het erin. En jij kan natuurlijk niet in. Oh, dat is nice. En nu wat we moeten doen, is zorgen dat we een drill hebben. Wat, is dit nou... Aan het weggaan of lijkt het me zo? Oké, grab all pickup meter. Grab all pickup meter. Oké, dus nu hebben we de 2 portable miners. Een van die portable miners zet ik nog even op deze, op dit ding. Dus dat is jou naar hand. Zo, there we go. En die andere gebruiken we dan dus voor de grote miners, hebben, waar ook een conveyorbelt aan kan worden gemaakt. Oh, so sick. En dit is maar het begin. Alright, dus we maken de miner. Ja, dus we moeten even kijken. Production, miner, add to-do list. And that's it. Dus we hebben een portable... Oh, we hebben het al gewoon. We hebben het al. Alright, dus... Nou, betekent dat we het erop gaan zetten. Dus Q, miner. Oké, dus waar kan je die opzetten? Ja, dit is wat ik dacht. Ja, we hebben hier 2 nodes waar je het op kan zetten.
That's it. Oké, we gaan draaien, want we willen wel dat het daar naartoe gaat. Dus ik zal het een klein beetje mooi doen. Ik denk dat is wel een goede plek ervoor. Oh. There we go. Oeh, dat is een groot ding. Alright, we hebben een miner. Wat heeft de miner voor power? 5. Dat is oké, dat is goed te doen. Iron ore, 60 per minute. Is dat meer dan dat de ding kan doen? Wacht even. We hebben ook een power pole waarschijnlijk nodig. Ik weet niet hoe ver de kabels kunnen worden getrokken. Ook nog zien. Kan ik het vanaf hier doen? Nee. Oh, we hebben een tweede generator, zie ik nu. Oh, wacht, kan ik? Is er een manier om dit los te koppelen? Ik ben even aan het kijken, want ik wil zeg maar een powerline van dat ding weer doen. Maar wat gebeurt er als ik nu een power pole neerzet? En die zet ik zeg maar eventjes daar neer. Zo. En een paar. Jezus, hoe dat bij elkaar vliegt. Cool. Okay, 2. Ik moet het aan jou vastmaken. Ik kan het niet aan die. Kan ik dit niet doen? Kan ik het niet losmaken? Hoe maak ik die dingen los? Of die power line. Dus mental. There we go. Dat is wat ik wil doen. Oké. Okay. Dus nu kan ik een kabel trekken van jou naar jou. En dan van jou naar jou. Yes. En dan van jou naar je. Can't afford. Oh, ik heb niet te weinig genoeg kabels. Oké. Okay. Maar dat is wat ik wil doen. Ja, nu ligt het even allemaal stil. Dus stop it. Waar gooi je ze? Oké. Dus we hebben meer kabels nodig. More cables. Alright, en dan hebben we. We hebben ook nog een iron ding nodig. Laten we dat ook maar meteen doen. Kijken, dus. Iron plates. Oh ja, dat wou ik ook nog doen. Dus hebben we een automatisch constructiedingetje. Dus dat doen we zo wel eventjes. Eerst een lading plates. Alright, nou. Dus als allereerste de conveyor belts. We willen conveyor belts van daar doen. En die willen we daar aan vastmaken. Hier de entrance. Maar dat gaat niet echt lekker. Dus voor nu doe ik het gewoon naar hier. There you go. En dan van daar naar daar. Oké, okay, het is een beetje vaag, maar ja, voor mij werkt het ook heel mooi hoe het eruit ziet, chefjes. Ja, kijk hoe smooth het is. Je gaat hierop zitten en dan met de bot mee. Gaat heel netjes. Oké, okay, en dan sluit het zo aan. Het is een beetje vaag hier in de hoeken, maar dat maakt niet uit. Alright, dus we hebben nu, hoe heet het? De iron wordt in de smelter gegooid en de smelter wordt hierin gegooid. De storage. Oké, dus nu de kabel nog doen. En dan zou het klaar moeten zijn. There we go. Alright. Dus het zou moeten werken nu. Dan gaat de drill. Yep, hij is aan het drillen. En dan zou hier de oor uit moeten komen zo. Nog niks. Oh, daar komt het. Het is begonnen. There we go, jongens. Daar komt de iron oor aan. Iron ore wordt er uitgeproduceerd of uitgepompt. Gaat in dit ding. De conveyor. Oh, dit moeten we dan wel naar iron ingot zetten natuurlijk. Oké, okay, there you go. Dat is ook goed. Dus we wachten tot het aankomt. Dit ding heeft voor nu nog genoeg power. Ah, yes, het werkt. Nou, there you go jongens. Dit is hoe je automatiseert. Dus wat we nu hebben is een setup dat automatisch iron naar boven haalt. Het iron wordt met een transport dingen getransport naar onze smelter. En de smelter, die brengt het dan naar onze storage. Ja, ik denk dat dit gewoon goed is. Ik denk dat ik het craften nog handmatig moet doen voor nu dan. Want ja, ik zit te denken, of kan ik het ook misschien splitsen of iets? Hub upgrade 5. Wat is dit? De biomass burner, de space elevator. There we go. Dat is dus het ding waar je moet hebben. En waar je dan verschillende dingen mee moet doen. Holy shit, heb je veel nodig nu. 500 copper. Nou, select. Dat moeten we in ieder geval gaan doen straks. Dus ik, ja, dat koper is denk ik wel een interessant ding. En het liefste zou ik eigenlijk koper hier naartoe willen brengen ook met een andere smelter, zeg maar. Maar dat gaat zo ver weg zijn. Dat moet ik allemaal met die power cables dan doen. Dat lijkt misschien een leuk project voor de volgende keer. Ja, dit ding heeft niks, maar dat heeft nu ook nog niks nodig. Want ja, dit ding is 200... Ja, 200 megawatt produceert dit ding. En het gebruikt nu 9. Klopt, van 4 en 5. Dus daar kunnen we nog wel genoeg op zetten. Ja, het enige wat ik gewoon even wil doen, even wil testen, en dan kijken we wel hoe, wat we daar precies mee doen. Is, maar jullie zien het nu in ieder geval, het werkt goed. Iron gaat erin.
En het komt eruit. Alleen er komt meer in dan dat er uitkomt. En waarom is dit trouwens? Oh, ik kan het uitzetten en zo. Cool. Oh, ik heb het alleen even uitgezet, waardoor ik nu even moest opstarten. Oké, maar wat ik nu wel merk is, er komt veel meer iron uit dat ding dan dat dit ding kan handelen. Dus ik moet eigenlijk twee aan één ding doen, maar hoe ik dat precies kan doen, dat hebben we volgens mij nog niet, right? Logistics. Nee, we hebben nog geen splitter. Ik weet dat er een splitter kon, uiteindelijk. Wacht, organization, nee. Production. Ja, het laatste wat ik nog wil doen is de constructor maken. Want met de constructor dan kunnen we de simpele dingen kunnen dan automatiseren ook. Dus, alright. Dus daarvoor hebben we meer van reinforced plates nodig. Waarvoor we meer screws nodig gaan hebben. Oké, niet genoeg dingen meer. Iron ingots, ja. Het probleem is, deze zal ik wel gewoon op moeten maken handmatig. Dus, oh boy, dat gaat even duren. 200 van deze dingen. Oeh. Ja, ik merk wel dat het irritant is om deze twee dingen te maken. Dus gewoon, als ik die de constructor is denk ik wel handig. Laat hem ophouden. Oké, reinforced plates. Dat hebben voor mij een paar nodig. Ik weet alleen even niet zeker meer. Maar ik maak ze gewoon. En dan is het de constructor. Yes, oké. Okay. Dus wat ik dus nu wil doen is, ik wil dus nu even een veranderingetje doen. En dat is, dit ding moet worden gedeconstruct. Dan moet ik eerst alles uithalen wat erin zit. Take all. Oké, laat ik dit ding even op standby zetten. Standby. Dan laat ik even het laatste eruit lopen. Ik weet niet wat er gebeurt als, oh, er zit al een hele backup zoals je kan zien. Dus ik kan dit ding zelfs even op standby nu zetten. Anders dus haalt dit ding, haalt het spul naar boven wat ik niet eens, wat ik niet eens iets mee kan doen. Dus oké, alles even zo standby. En dan gaat dit weg. Dan zal ik alles uit opgehaald. There you go. Zo, deconstruct. Hoppakee, deconstruct conveyor belt. En dan plaatsen wij nu de constructor hier. Oké, dus draaien. Hoppakee. Zo, mooie lijn. Right, dit is... dat is een mooie lijn. Oké. Okay. Klein stukje ruimte ertussen. Zo. Oké, dit keer een stuk minder, maar dat hoef ik niet. Hoef ik niet meer te hebben. En dan plaats ik hier dan wel weer de dingen terug. De storage container. Moet ook weer achter te staan, direct. Met een klein beetje extra ruimte. Zo. There you go. Oké. Oh, we kunnen midden op elkaar zetten. Oh, ik kan zien dat je die kan stapelen, joh. Ah, dat is cool. Goed om te onthouden. Oké, 3 conveyor belts. Jij. Van jou naar jou. En dan van jou naar jou. Oké, dus dan hebben we dit gedaan. En dan kunnen we nu kijken hier even wat wil ik dat je maakt. Dus we kunnen al deze dingen maken. En ik wil gewoon simpel voor iron plates gaan. Oké. En als goed is heb ik hier nog één connectie ding op. Ja, je hebt 4 in totaal. Dus ja, dan moet ik straks wel een andere oplossing vinden. Maar there you go. Power eraan gegeven. Dus dat is nu aan... Dan gaat dit ding aan. Hoppakee. En dan zetten we dit ding ook weer aan. Gewoon, ik laat gewoon lekker alles aanstaan. Want we hebben genoeg stroom. There you go. Alright jongens, dus. We hebben de oor, de ingots, de producer. Kan je ook echt zien hoe die het produceert. En dan zou hieruit zo meteen... Oh ja, daar heb je het al. De iron plate moeten komen. Hell yeah. Oké, dus kan ik het fatsoenlijk zien hier? Oh ja, je kan het zien. Doop. Oké, nou. Dus dit is wat we nu hebben, jongens. Dus we hebben nu een volledig automated proces om de plates te maken. Dus de plates komen hierin. Zoals je kunt zien, dus deze dingen worden automatisch gemaakt helemaal. Er wordt niks meer aan te doen. Behalve af en toe misschien eens wat biofuel verzamelen. Maar even serieus, hoeveel biofuel produceert dit ding? Of hoeveel heeft dit? Nog wel genoeg. Maar zoals je kunt zien, redelijk wat productie al. Dus dit op 13. Dus we kunnen nog maar een paar dingen doen. En dan moeten we de volgende aansluiten. Ik denk dat ik deze generator ga gebruiken voor de kopperdingen. Want dat is wat ik de eerste volgende keer wil doen. Is zo'nzelfde setup als hier. Met een miner, een smelter, een constructor en een storage systeem. Wil ik aan deze kant gaan zetten van mijn base. Voor kopper en wire. Ik denk dat ik gewoon meteen een wire wil doen. Want op dit moment kan ik niet echt iets anders maken, toch? Je moet het altijd in wire verzetten. Ja, altijd in wire. Iron moet je nog met twee verschillende dingen doen. Maar de iron rods, dat zal ik dan nog wel een keer zelf doen, I guess. Dat kan nog wel. Maar goed, dat is dus Satisfactory voor de eerste sessie, jongens. Dus hopelijk hebben jullie genoten. Ik vind het een super sick spel. Het is veel smoother en veel fijner om mee te werken dan ik had verwacht. Dus dat valt enorm mee, vind ik. En ja, ik kan niet wachten om hier verder mee te gaan. Serieus, ik kan niet wachten om te zien hoeveel ik kan automatiseren. Hoeveel
verschillende tiers er zijn. En in de eerstvolgende update gaan wij dus de koppersysteem maken, waar ik het net over had. Gaan wij de volgende upgrade doen naar hub 5. En dat is volgens mij de laatste hub upgrade. En daarna geen idee. We zullen wel zien wat er daarna komt. Dus dat zijn in ieder geval wat jullie kunnen verwachten in de volgende episode. Dus bye bye. Vergeet natuurlijk dan niet te liken. En wat ik ook ga zeggen is, vergeet niet op de bel te klikken. Dat is iets wat ik nooit heb gezegd, maar wat eigenlijk gewoon een lange ding is. En wat ik gewoon elke keer zou moeten zeggen. Want het is redelijk belangrijk dat je op de bel klikt. Want anders zien jullie mijn video's minder snel. En dit ding is nog steeds super cool. Heel vet. Dus ja, I love this game. Dus dan klik ik nog even hier naar boven, want ik weet dat ik hier nu op kan staan. Dus eens kijken, daar is een ladder. En dan zeg ik bye bye jongens, en tot de volgende episode. Bye. Bye.